Een goedemiddag, beste kijker. We onderbreken even deze uitzending voor een extra journaal. Deze ochtend werd Hollywood, het pittoreske Hollywood, opgeschrikt door een wilde en plotselinge stakingsgolf. Na jaren van sluimerend ongenoegen zijn enkele befaamde Disney-figuren overgegaan tot een protestmars. Momenteel blokkeren ze de deuren van de Disney-studios. We hebben een reporter ter plaatse die ons straks wat meer info zal geven. Hun ongenoegen en hun grieven gaan in verband met de rol die zij al jaren verplicht moeten vervullen. Ik ga eerst over naar Joris van den Bremt, die ter plaatse staat om polshoogte te nemen. Joris, jij staat ter plaatse. Kan je ons wat meer info geven? Ja, ik hoor je. Ik sta hier voor de ingang van de Disney Studios en er is een wilde staking uitgebroken onder alle Disney-figuren. Er worden geen nieuwe films meer opgenomen. Iedereen staakt, niemand werkt nog. En waarom? Ze willen gewoon zichzelf zijn. Ik heb enkele reacties voor u samengesprokkeld en nu krijgt u die te zien. Ze hebben ons etenbarst! Woef! Woef! Woef, woef, woef! Ik ben Mowgli, voorzitter van de vakbond voor Disney-figuren. En het is gewoon een regelrechte schande. In ons contract staat dat we 25% van onze rol onrealistisch mag zijn. Wij zitten al aan 80%. Wij blijven staken tot er onderhandelingen zijn. U hoort het, de Disney-figuren leven op gespannen voet met hun bazen. We hebben echter nog een reportage in petto en een klein interview met Mickey Mouse, een van de befaamde grondleggers van het Disney-imperium. Ik sta hier bij Mickey Mouse, die zich heeft opgeworpen als vertegenwoordiger voor de stakende Disney-figuren. Mickey, waarom staken jullie precies? Wij hebben altijd een rolletje moeten spelen in de films. Maar ik ben altijd mezelf kunnen blijven, maar al mijn vrienden moeten altijd een rolletje spelen. En ze hebben zelf zo'n mooi karakter. En ze kunnen dat niet uiten in de films. Dus ze willen zichzelf zijn, begrijp je? Ja, ik begrijp het. Geen Disney-films meer dus, beste kijkers. Maar ik weet niet, ze kunnen er misschien ook nog iets aan doen. Gaan jullie er nog iets aan doen behalve staken, Mickey? Jawel, zeker en vast. We gaan op 24 maart een show organiseren waarin we allemaal onszelf kunnen zijn. En dat is op 24 maart in het SAS in Harelbeke. In het SAS in Harelbeke. En hebben jullie daar hulp voor ingeschakeld? Want ik kan me toch inbeelden dat jullie als Disney-figuren niet echt praktisch ingesteld zijn. Ja, wij hebben hulp gevraagd aan het Jeugdrode Kruis van Harelbeke. Dat zijn zeer lieve mensen, zeer toffe knullen allemaal. En die zullen ons zeker helpen. U hoort het, beste kijkers. Dit verhaal is nog niet afgelopen. 24 maart in het SAS in Harelbeke met hulp van het JRK van Harelbeke. Zorg dat u erbij bent. Over naar de studio. Beste kijkers, we sluiten dit extra journaal af. Wel willen we nog even vooruitblikken naar ons komende programma Vlaanderen Vakantieland. Ook ditmaal wordt er heel wat gefietst en gereisd door ons prachtige Vlaanderen. Dankjewel. Hebben we meer info, dan keren we zeker terug. Dag beste kijkers, deze week zijn we te gast in Harelbeke, een pittoresk West-Vlaams stadje. En ik zie daar al twee charmante voorbijgangsters aankomen met de fiets. Hallo, wat is jouw naam? Hallo, ik ben Sam. En wat is jouw naam? Hallo, ik ben Elise. Elise, en zijn jullie uit Harelbeke? Ja, wij zijn van het Jeugdrode Kruis. Van het Jeugdrode Kruis, en ik zie dat jullie fietsen. Fietsen jullie graag? Ja, iedere zondag houden wij een fietstocht. Ja, inderdaad. Iedere zondag. En ik weet het niet, zijn er nog evenementen waar je naar uitkijkt de komende maanden, weken? Ja, op 24 maart is er terug een fietstocht. Van het Jeugdrode Kruis in Harelbeke en wij doen daaraan mee. Jullie doen daaraan mee. Dat zal vast en zeker heel erg de moeite worden. Hebben jullie nog een of ander verborgen plekje van Harelbeke? Een of ander natuurschoon voor onze kijkers? Bomen, rivieren, meren, bossen? Ja, misschien langs de leien.
langs de leien. U hoort het, dames en heren, het wordt vast en zeker de moeite. Ik zou zeggen, maak dat u erbij bent. En hopelijk tot volgende week in Vlaanderen vakantieland.